nuit s'est faite, la berge s'est tombée, se perd. Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij Bureau Boeiend en deze keer welkom in Venen. Ik neem u in deze aflevering mee naar de 19e eeuw, of althans datgene wat hier in de 19e eeuw is gebouwd. En allereerst moet u weten dat Venen in die tijd uitgroeide tot een metropool, een wereldstad. In deze video laat ik u daar één voorbeeld van zien. Eén voorbeeld met daaraan heel veel gebouwen die de pracht van Venen van die tijd onderstrepen. Namelijk die Ringstraße. Eerst een stukje achtergrond. Het Grote Keizerrijk Oostenrijk was rond 1850 een multiculturele midden-Europese staat met als hoofdstad Wenen. Het centrum van Wenen was in de tijd nog ommuurd, al waren de verdedigingswerken meer een beplant flaneerpark dan een militaire vesting. Rondom dat ommuurde centrum waren reeds nieuwe wijken ontstaan, die u op deze kaart uit 1858 ziet liggen, net als de muren. In datzelfde jaar begon op bevel van keizer Frans Jozef I de afbraak van de verdedigingsmuren die tot 1875 zou duren. Na Parijs voorbeeld bouwde men vervolgens een brede, beplante ringboulevard om de oude stad heen, waaraan naast herenhuizen tal van openbare gebouwen verrezen. De omvangrijke keizerlijke residentie kreeg met de Neue Burg een grootse uitbouw, die overigens nog onvoltooid was toen in 1918 de monarchie werd afgeschaft. Een van de belangrijkste openbare gebouwen aan de ring is het parlement, dat in 1883 werd opgeleverd. De stijl moest refereren aan de eerste democratie van de wereld, namelijk het oude Griekenland. Niet ver daar vandaan is een andere belangrijke instelling te zien, het stadhuis, dat op zijn beurt neogotisch is en refereert aan de laat-middeleeuwse raadhuizen waarin de macht van steden weerspiegeld was. De architect van het parlement tekende ook voor het beursgebouw, dat in 1877 gereed kwam. Ook hier is een neo-stijl toegepast, namelijk een soort neo-renaissance. Laten we nu van de overheidsgebouwen onze blik verleggen naar de culturele instellingen, en dat zijn er meerdere. In de buurt van het keizerlijke paleiscomplex staat het Kunsthistorisches Museum, dat oorspronkelijk bedoeld was om de keizerlijke kunstcollectie onder te brengen. Dat niet alleen, want het beeld Theseus die de Kentaur verslaat, van de toen wereldberoemde beeldhouwer Antonio Canova, staat nu centraal op het keerbordes van de trap, maar oorspronkelijk was het bedoeld voor de zogenaamde Theseus-tempel in de Volksgarten. Het trappenhuis van het Kunsthistorisches Museum is rijk versierd met het verhaal van de kunst, met de apotheose van de Renaissance als letterlijk hoogtepunt. De versiering is gemaakt door tal van schilders, onder wie Gustav Klimt. Buiten, voor het museum, staat het beeld van een van de belangrijkste Oostenrijkse heersers, keizerin Maria Theresia. Aan de andere kant van het plein is het Natuurhistorisch Museum. Het is identiek aan het kunstmuseum. De grote opera- en theaterbouwer Gottfried Semper tekende voor het Burgtheater, pal aan de Ringstraße. Verwar het niet met de opera. Dat was het eerste grote gebouw aan de ring. Het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog wel zwaar beschadigd. De gevel aan de ring bleef staan, maar de zaal moest opnieuw worden gebouwd. Tussen alle standbeelden voor allerlei beroemdheden uit het verleden staat een ingetogen monument dat de Trume vrouwen van Wenen eert. Dit waren de vrouwen die de puinhopen na de oorlog opruimden. Het monument is echter omstreden omdat het veelal om voormalige nazi's ging die hiertoe gedwongen werden. Nog veel omstredener is het monument voor Karl Luger, die tussen 1897 en zijn dood in 1910 de sociaal-democratische burgemeester van Wenen was. Hoewel hij de stad moderniseerde en aan de wieg stond van allerlei voorzieningen in de stad, was hij ook een politicus die het antisemitisme populistisch uitbuitte. Tegenwoordig is zijn standbeeld continu beklad. Ik laat u nu een tweetal kerken zien. In de buurt van de universiteit staat de Votiefkirche, waarvan de bouw al begon voordat de verdedigingsmuren werden geslecht. De aanleiding voor de bouw was een mislukte moordaanslag op keizer Frans Jozef in 1853. Als dank dat de keizer de aanslag had overleefd, verrees deze neogotische kerk.
Zoals vaker met neogotiek is het gebouw tot na de komma recht en perfect zonder stijlverschillen in de bouwelementen. Een beroemdere kerk, eveneens met keizerlijke banden, is de Karlskirche. De bouw hiervan gaat terug tot 1713, toen keizer Karel VI een gelofte deed dat hij een kerk zou laten bouwen als de stad van de pest verlost zou worden. 3 jaar later begon de bouw, toen nog buiten de stadsmuren. Het is de belangrijkste barokke kerk van de stad, gewijd aan Karel Borromeus, niet alleen een pestheilige, maar ook de naamheilige van de keizer. Buiten zie je niet dat de kerk een ovaal grondplan heeft met een dwarsschip en een ovale koepel. In tegenstelling tot de wat donkerere votiefkirche is de Karlskirche zeer licht. Het interieur is rijk gedecoreerd en behalve dat de 18e eeuwse kunst de ruimte siert, is er sinds enkele jaren ook ruimte voor hedendaagse kunstenaars die onder de koepel een werk mogen tentoonstellen. Aan de Ringstraße en in de buurt daarvan staan niet alleen gebouwen in een van de vele neostijlen. Er is ook modernere en vooruitstrevende architectuur die in het Wenen van rond 1900 sowieso bloeide. Enigszins dieper, richting het centrum gelegen en dus niet direct aan de Ringstraße, staat de Postsparkasse van Otto Wagner. Wagner was een van de meest toonaangevende Oostenrijkse architecten en lid van de Wiener Secession. De centrale ruimte, waar ooit de loketten waren, is heel helder. En hoewel Wagner van traditionele neodecoratie afzag, zit de esthetiek in de gestroomlijnde vormen en de ringen en de noppen van onder meer de verwarmingselementen. Dezelfde Wagner tekende voor de Halte Karlsplatz, in de buurt van het gebouw van het Muziekverein, waar de beroemde nieuwjaarsconcerten van de Wiener Philharmonica worden gehouden. Daarmee hebben we ons wel al van de eigenlijke Ringstraße verwijderd. Als laatste neem ik u nog mee naar het Secessiongebouw. Het woord Secession betekent afscheiding en sloeg in 1898 op de kunstenaars die zich van de officiële academie afscheiden en hun eigen vereniging oprichten. Het verenigingsgebouw is opgetrokken in een stijl die in Oostenrijk Secession wordt genoemd en die bij ons als Art Nouveau bekend staat. Een beroemd lid van de Secession was de algenoemde Gustav Klimt, die voor een expositie over Ludwig van Beethoven een doorlopende muurschildering maakte, geïnspireerd op de 9e symfonie van de componist. Ik hoop dat onze wandeling over de Ringstraße in Wenen met her en der een uitstapje u goed is bevallen en dat u er nieuwe dingen over hebt gehoord. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer.